Blijdschap in Groningen dus. Misschien ook wel wat gemengde gevoelens, want na 32 jaar trad Henk Kok vanmiddag bij Groningen AZ voor de laatste keer op als verslaggever voor Langs de Lijn. Hij was bij ons de voetbal- en schaatsverslaggever uit het noorden. Een verslaggever die jarenlang zorgde voor een vertrouwd en geheel eigen geluid op de radio. Henk, goedenavond. Dag, Gio. Hoe was die laatste wedstrijd? Het was een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Ik had wel een beetje de indruk dat AZ een beetje uitgeblust was. Maar je moet ook kijken naar FC Groningen. En dan geef je toch vooral de credits aan FC Groningen. Ze hebben als ploeg uitstekend verdedigd. Als ploeg niet alleen de verdediging, maar ze hebben en masse hebben ze verdedigd. En de kansen die ze gecreëerd hebben, hebben ze doeltreffend benut. Groningen was vanmiddag de verdiende winnaar. Dan volg jij Groningen al heel wat jaren. Je volgt ze heel erg kritisch. Dat hoort ook een beetje zo. Komt zelf uit Veendam. Maar goed, Groningen, de grote buur uit de grote stad, die volgde je altijd kritisch. Hoe heb jij die laatste fase van FC Groningen bekeken? Kun jij dan toch nog een beetje blij zijn op het moment dat ze zich plaatsen voor Europees voetbal? Ja, natuurlijk. Dat vind ik hartstikke leuk. Je weet dat ik ook bij de regionale omroep heb gewerkt. En ik ben niet een verslaggever die het woord wij in de mond neemt. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik hoor wel van deze collega's, regionale collega's, die het woord wij in de mond nemen als het over FC Groningen gaat. Dat vind ik niet leuk. Maar voor een regionale omroep was het natuurlijk ook altijd leuk dat of FC Groningen of de basketbalclub of welke club dan ook mee bovenin speelde. Je kreeg gewoon meer luisteraars. En het is natuurlijk ook leuk voor de verslaggever. Maar je moet wel objectief blijven. En dat ben ik toch wel altijd geweest, denk ik. Ja, dat kritisch... naar buiten toe zeer zeker. Ja, dat kritische volgen zit ook een beetje in de aard, hè, denk ik, van de Groninger. Want als je ook kijkt naar... jij werkte dan bij Radio Weine Noord Franje, in het verleden, maar Franje. Bijvoorbeeld het Dagblad van het Noorden. Ja, Men pakte altijd de trainers bij FC Groningen behoorlijk hard aan, hè, in de tijd. Ja, maar Groningers hebben over het algemeen weinig franje. En dat is gewoon recht toe, recht aan. En je moet niet al te veel fouten begaan als oefenmeester. Ik kan me herinneren dat Rob Jacobs op een gegeven moment naar FC Groningen kwam. En er was niks mis met de trainer Rob Jacobs. Maar toen zijn vrouw op een gegeven moment in een interview in het Dagblad van het Noorden zich erover verbaasde dat er ook tennisbanen waren in Noord-Nederland. Ja, nou ja, dan is toch wel een beetje gebeurd. Ja. Ja. Hey, ja. Laten we even gaan terugblikken trouwens, want we gaan zo meteen verder praten. Maar laten we eerst even naar een paar fragmenten gaan luisteren. 32 jaar Henk Kok in vogelvlucht. Oh ja? De Lijn met Henk Kok. Wereldrecord. Ik kijk naar het Nederlands record. Ik gek uit Groningen. Het is een wereldrecord notabene. Ja, ja, 3-0. Strafschop. Absoluut. Oh, dat is een strafschop. Ik zit er 100 meter vandaan, scheidsrechter. Maar dit is een strafschop. Lat. Dat zul je dan zien. Dan gaat de wet van Murphy. Die gaat ook nog eens een keer een rol spelen. Timmertje doet het goed. Hij heeft een ontspannen 1500 meter gereden. Ik kijk naar de klok. Marianne Timmer uit Sappemeer, Olympisch kampioene. Wie had dat gedacht? Ik niet. Hij zit erin! Hij zit erin! Hij zit erin! Jawel, jawel! Maar Henk Kok heeft ook nieuws. Ik hoor je gillen. Prachtig doelpunt van Milko Duroski, de Joegoslaaf bij FC Groningen. Een voorzet vanaf de rechterkant van Harris Huizing. En nam die bal ineens op de pantoffel. En zo staat FC Twente op een achterstand van 4-0. De verdediging van FC Twente. Nou, ik zou willen zeggen hak of appelmoes. En ik moet diep het hoofd buigen. Ik moet me diep schamen. Scheidsrechter. Ben ik dan slechtziende? Of ben jij bijziend? Ik vermoed eerlijk gezegd het laatste. Ferry, oh, daar is hij gepasseerd. Even van buiten, in elk geval Bart Liem gepasseerd. Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft het heel goed gedaan. En je kunt meteen zien dat hij de parcours heeft verkend. Van de baan is hier afgescheiden door stroopbalen. En je zou bijna in de stroopbalen terechtkomen. En als je die bocht hoog neemt, dan kom je natuurlijk onmiddellijk. Dan ga je onmiddellijk gewoon plat, omdat het ijs gewoon omgeploegd is, omdat er een schip doorheen is gekomen. Het is werkelijk ongelooflijk, de gelijkmaker van Veendam. Wat een prachtig doelpunt van Patricio do Nascimento. Hij is afkomstig uit Ghana. Het is een asielzoeker in Nederland. Hij is bij Veendam komen aanwaaien. Wat een prachtig moment hier in Bartheim. En dan moet ik even weer over het ijs kruipen, om niet al te veel fotografen lastig te vallen. Want ik wil het ook gewoon zien, wat hier gaat gebeuren. Oh, in de handen van Proes. 4-1, jawel. Maar het wereldrecord is natuurlijk voor Gianni Romme. Hij rijdt de laatste meters lang uitglijden. Wat een tijd, jongen. Wat een tijd voor jou. Chapeau, complimenten. Oh, dat is een grappenmaker. Dat is echt een grappenmaker. Die speelt hier de bagwan. Die komt hier op de schaatsen even langsrijden met een prachtig bordje. Nou, wat staat er dan alweer op?
Bagwan, nummer 13, voorspelt weer de held. Ja hoor, hij heeft het allemaal voorspeld. En niet uit de katakomben is ook gekomen Ronald Koeman. En de gedreven Groninger Henk Kok is naar beneden gerend om te horen wat er precies aan de hand is, Henk. Als Groninger ga je dan natuurlijk onmiddellijk naar beneden om te informeren hoe het met die andere Groningers staat. In het Oosterpark, in het Oostenpark, in de Euroborg. Ja, dat was tijd voor Piet Frans. Ja, daar heb je met die oudjes. In de Euroborg is het nog steeds 0-0. En bij Groningen meer dan 3 minuten. Meer dan 3 minuten achterstand voor deze groep. De winnaar is Evert van Bentum. Henk Kok. Henk, dat was een mooie reeks. Vele hoogtepunten. Zat jouw favoriete fragment er ook tussen trouwens? Ja, natuurlijk de 1500 meter van Marianne Timmer in Nagano. 1:57.58 was de winnende tijd. En iedereen, en dat is ook mooi, mijn vriend Frank Snoeks, die riep toen: Timmertje, 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 wat ga je doen? Ik deed toen verslag met Jacques Chapelle, helaas al overleden. En Timmertje kwam door op de 1100 meterlijn. En Jacques deed de laatste ronde en ik deed tot de 1100 meterlijn. Om en om een rondje. En ze kwam door in 1:25.33 kwam Timmer door. En ik wist dat de regionale omroep, dus de RONO in Groningen, dat die parallel hing. Dat die dus het verslag van ons in Nagano van Radio 1 overnam. En wat heb ik toen geroepen op 1:25.33? Dat is goud! Dat is goud! Dat is goud! En Jacques Chapelle reageerde: een wachtend Henk, dat is nog lang geen goud. Dat is nog lang niet geen goud. Maar op zijn Gronings was het best goed, hè? Precies! Goud is in het Gronings goed. Ja, daar komt het eigenlijk op neer, Timmertje was heel bijzonder. Ja, wat was er zo bijzonder aan? Want ik kan me nog wel interviews van jullie twee herinneren, die jij met haar had. Daar ging het vaak ook hart tegen hart, hè? Dus het leek soms wel dat het een soort haat-liefde-verhouding was. Wij konden heel goed met elkaar opschieten. Mm. Ja, we konden heel goed. Ik kan je even heel kort vertellen. Ik ben een keer vrij ernstig ziek geweest. Dat was onmiddellijk na de Spelen van Nagano. En wie stond als eerste bij mijn bed in het ziekenhuis in Groningen, bij het Martini ziekenhuis? Marianne Timmer met een hele grote knuffelbeer. Ik zal zo'n voorbeeld vertellen. Ze was al wereldkampioen op de 1000 meter afstand. Toen was er een wedstrijd in Warschau, 1000 meter wereldbekerwedstrijd. En die baan die lag daar op een industrieterrein. Het waaide, het stormde, het regende. Het was helemaal niet leuk. En iedereen wilde eigenlijk naar huis. Zij was wereldkampioen op de 1000 meter. Er deden 20 dames deden er mee. En op welke plaats eindigt Marianne Timmer? Laatste. Ze wordt 20ste op deze afstand. Toen heb ik tegen haar gezegd, er was een interview voor de tv. Marianne, dat kun je voor jezelf niet maken als wereldkampioene. Je kunt het voor je sponsor niet maken. En je kunt het voor je trainer niet maken. Nou, meen je dat nou? Ja, ik zeg dat meen ik. Volgende dag. Zelfde weersomstandigheden. Het waaide. Het ijs was vuil. Het was stroef. Einduitslag. 1 Marianne Timmer. Toen komen ze van het ijs af. Komt naar mij toe. Kom naar mij toe. Nou goud. Nu goed. Ja. Dus je had er echt een beetje op scherp gekregen. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar dat is typisch Marianne Timmer. Ja, dat komt bij Marianne Timmer. Maar blijkbaar dat kon dat ook bij Marianne Timmer. Ik kan me ook heel veel interviews, ook in het voetbal herinneren, dat het ook stevig erin ging. Ik bedoel, er werd wel eens gezegd dat je ging met gestrekt been in. Meteen de eerste vraag. Als voetballer had je misschien vaak rood gekregen. Maar er kwamen wel gedenkwaardige interviews uit. Die zaten trouwens net niet in dat overzichtje. Nee, maar ik vind het over het algemeen bij een interview, de eerste vraag moet een beetje de kamer binnenglijden. Bij de tweede vraag moet de luisteraar de indruk krijgen: nou, dat kan wel iets worden. En bij de derde moet hij rechtop in zijn stoel zitten, als het ook maar enigszins kan. Ik kan me wel een paar interviews herinneren. Leo Beenhakker was op een gegeven moment trainer bij Vitesse. En toen werd er een wedstrijd gespeeld tussen Vitesse en Utrecht. Dat was een schandalige wedstrijd. Er werden heel veel smerige overtredingen begaan. Nou, die trainers die wijzen dan altijd naar de scheidsrechter. En van de scheidsrechter krijgt dan de schuld. En toen zei ik tegen Leo Beenhakker: Leo, ik ken hem al van zijn periode van Veendam. Daar is hij destijds begonnen. Ik wil niet de advocaat van de duivel spelen, zei ik tegen Leo Beenhakker. Maar jouw spelers, dat doe je wel! Dat doe je wel, begon Leo Beenhakker. Dat werd ook wel een leuk interview. Ja, was je er wel blij mee als je weerwoord kreeg in zo'n interview? Ja, dat vind ik wel spannend. Mensen Ik hou van een beetje spanning in een interview. Over het algemeen hou ik daar wel van, ja. Ja. Ik kan wel een paar dingetjes herinneren. Op een gegeven moment, Falco Zandstra is een keer in Berlijn, had niet zo goed gereden. Nou, dat zei ik ook tegen hem. En toen zei hij tegen mij: ja, wat denk je? Deze trainer is ook niet zo best. En dat was Wopke de Vecht. Die was daarna ook niet zo lang trainer meer. Nee, dat soort dingetjes vind ik wel leuk. Ja. De opstand in
in Salt Lake City. Ik weet niet precies waar het was. Van Jan Bos en Marianne Timmer tegenover Leen Vrommer van DSB. Toen werd Leen Vrommer ook aan de kant geschoven en zoiets. Over het algemeen zijn niet-voetballers in interviews, jij kent het wielrennen, openhartiger, directer. Die durven op een of andere manier meer te zeggen. En dat doen ze ook. En dat is over het algemeen ook wat leuker interviewen natuurlijk. Ja, vind ik. De sportieve hoogtepunten. Hè? We hoorden er net een paar voorbij komen. Mm. Inderdaad, die gouden race van Marianne Timmer. Er worden zelfs de Elfsteden toch van Bentham langskomen. Ja. Voetbal, Europees voetbal van FC Groningen. De gouden tijd. Wat misschien nu weer een klein beetje lijkt terug te komen. Nou, het waren hele mooie wedstrijden. Dat waren de eerste wedstrijden. Die heb ik niet gedaan voor de NOS trouwens. Dat waren de wedstrijden van Groningen tegen Atletico Madrid. En tegen Inter Milaan in Bari. Toen had je bij Inter Milaan stond Senga nog in de goal. Is lang nationaal doelman geweest van het Italiaanse elftal. Denk aan Baresi, aan Colovati, aan Koek. Een Belg, een Müller speelde daar. Dat waren hele mooie wedstrijden. Dat kan me heel goed herinneren. Dat was ook leuk. En behalve dat het altijd leuk is als er successen worden behaald, Nederlandse successen, wereldtitels en kampioenschappen en dat soort dingen. Ik ben ook een liefhebber van geschiedenis. Ik was met Bas Tichler, dacht ik, eens een keer in Kiev, bij Dynamo Kiev tegen PSV. We hebben het Tsjernobyl Museum bekeken. Louis van Gaal. Buiten de sport om. Ja. Louis van Gaal was trainer van AZ. En AZ speelde in Samara, een miljoenenstad, 1000 kilometer oostelijk van Moskou, tegen Samara. Die eerste wedstrijd verloor AZ met 5-3. De tweede wedstrijd wonnen ze met 3-1. Ze gingen door. Maar dan ben ik met Jeroen Gruter in de Stalina-bunker geweest. Stalina-bunker, wat is dat? Nou, iedereen weet van de bunker van Hitler in Berlijn af. Maar Stalin had in Samara een bunker gebouwd die ook 40 meter diep de grond inging. Die bunker kon je gewoon niet vinden. Hè? Van bovengrond had je een soort van een houten garage. Niet meer dan dat. Maar samen met Jeroen hebben we die bunker opgezocht. En ik denk niet dat er 100 Nederlanders in die Stalina-bunker zijn geweest. Er ging 40 meter diep de grond in. En waarom werd hij daar gebouwd? Als de Duitsers Moskou hadden veroverd, was Stalin met zijn gezelschap verhuisd naar Samara. En had hij vanuit Samara, vanuit die bunker, verder leiding gegeven aan het Russische leger. Dat vond ik ook leuk. Ik hoor het al, je gaat ongetwijfeld een boek schrijven over je carrière. Nee, maar even kort, er komt een einde aan. Ja. Vind je dat jammer? Vind je dat triest? Ik heb een heel leuk afscheid hier gehad. Ik heb Hans Nijland nog even gehoord. Die heeft mij toegesproken op een dvd'tje. Jan Mulder heeft nog even een praatje gehouden. Hanno Vermeulen ook. Het is altijd wat ambivalent. Maar ik denk dat het een juiste beslissing is geweest om nu te stoppen. Henk, ook namens de redactie van Langs de Lijn bedankt. Dankjewel. Onoprecht, het ga je goed. Dankjewel.